Bij Defensie neem jij als officier beslissingen onder lastige omstandigheden. Jij bent verantwoordelijk voor mens en materieel. En die ervaring, daar heb je heel je leven wat aan. Jij bent Skilled for Life. En hier aan de onderkant zie je ons team in diverse opstellingen met voertuigen. Ja, zo hebben we 5 maanden in Afghanistan gebivakkeerd en daar onze operaties uitgevoerd. Altijd geleerd om na te denken, door te gaan, creatief te zijn, samen te werken en oplossingen te vinden. Dat is echt wat mijn defensietijd me in de kiem gebracht heeft. Dit is echt trots. Dit heeft denk ik ook mijn leven wel veranderd. Ook dat deel in je leven heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat je dat hebt kunnen doen wat je vandaag doet. De verantwoordelijkheid, met name hè, tijdens een uitzending, dat het ook best spannend is. Maar dat je dat wel een goede plek kunt geven. En je wel heel goed vanuit de ervaring mensen kunt inspireren om zich verantwoordelijk op te stellen. Wat ik echt over heb gehouden aan Defensie zijn een aantal relaties. Dus mensen die dichtst bij me staan, ook vandaag nog, dat zijn de mensen die ik in Defensie heb leren kennen. Dat ik gewoon verder wilde in de wereld. Na 8, 9 jaar Defensie, de beste leerschool ooit. Ik noem het eigenlijk altijd de University of Life. Het was voor mij gewoon tijd om een volgende stap te nemen. Defensie, dat is waar je werkt, maar ook waar je woont, waar je van huis bent, waar je sport. Dus dat slokt je ook op en dat is een tijd heel mooi. Alleen op een gegeven moment dacht ik van, dit is nu klaar. Een centraal punt eigenlijk in mijn loopbaan is toch wel eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Dat wordt je geleerd bij Defensie en dat is eigenlijk ook wel een vervolg gekregen in het bedrijfsleven. Ik leer mijn zoons echt om samen met elkaar dingen te doen, te delen met elkaar, voor elkaar te zorgen. En dat is natuurlijk als marinier ook altijd doet. Je bent niet alleen, je bent altijd met z'n tweeën en je hebt verantwoordelijkheid voor elkaar. Ja, dat geef mijn jongens ook mee. De periode dat ik ziek ben geweest heeft me wel 2 jaar bezig gehouden. Natuurlijk verandert je kijk op het leven. Maar het meest belangrijke vind ik toch wel weer dat ook tijdens je ziek zijn, dat wat je mee hebt gekregen bij Defensie, dus soms je eigen weg kiezen, niet bij de pakken neerzetten, doorzetten. Als het een keer zeer doet, de revalidatie, toch maar weer eens een keer weer proberen. En in die periode dat mijn oude adjudant tegen mij zei, Sjoerd, bloed moet, pijn is fijn en jeuk is leuk. Dat zijn natuurlijk hele domme uitspraken in die periode, maar af en toe heb ik er best wat aan gedacht. Als je weer voor de zoveelste keer probeert op te staan en 2 of 3 stapjes te zetten. De dag dat jij voor het eerst in je spijkerbroek door de poort stapt op de KMA, dan weet je echt nog niet wat je te wachten staat. En dan zou ik je alleen maar willen uitnodigen, ga het ervaren, ga het doen. En je kan beter spijt hebben van wat je gedaan hebt dan spijt van wat je niet gedaan hebt.